Peter Tuijman en Siep van der Ploeg, beide Friezen in hart en nieren. Beide geen groot kenner van het Fries Museum. Dat wordt eens tijd, vinden ze. Ze kennen het museum wel van vroeger, maar inmiddels heeft het complex zich tot twee kanten van dezelfde straat uitgestrekt. Nou, Siep, ik weet het niet, maar... Nee, hè? Nee, tunnel is gesloten. Dus het eerste mysterie. Het eerste mysterie. Het Fries Museum heeft veel verschillende collecties in huis. Van de kunstnijverheid van vroeger, het Friese tegelwerk, maar ook de mode, tot de moderne kunst van Friese kunstenaars. Het museum bestaat ook letterlijk uit meer werelden die via een tunnel onder de weg bereikbaar zijn. Naast de vaste opstelling zijn er veel tijdelijke exposities over beroemde Friezen, zoals de legendarische danseres en dubbelspionne Mata Hari. Er volgt nu een hele diepe stilte. Ik ben geboren en getogen in Friesland. Wat menigeen wel weet, ben nog nooit in het Fries Museum geweest. En wat ze hier hebben, en wat hier hangt en wat hier staat, ik heb geen idee. Ik denk dat er heel veel afwisseling in zit. Ik denk dat je dus ook het werk van de grote meesters hier vindt, maar ook abstracte dingen, dus kunst van nu. Van Friese kunstenaars. Ik denk dat je een boel terug kan vinden over de geschiedenis. Maar ik hoop ook dingen terug te vinden. De oorsprong van bijvoorbeeld bepaalde sporten uit Friesland. Die je eigenlijk alleen maar hier vindt. En misschien ook het ontstaan van de taal. De nacht is voorbij. De scène is vrij. Omheeg te keer. Siep van der Ploeg is de zanger van De Kast. De groep die bekend werd door Friestalige nummers te zingen als In Nijedij en Eltse Griens Voorbij. Elke grens voorbij. De Kast heeft inmiddels 500.000 platen verkocht, treedt op voor uitzinnige zalen en werd meerdere malen bekroond als Nederlands populairste band. Het schemer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. Peter Tuijman is ik vind een heel groot acteur. En het is een van de mensen die ook wel heel erg de identiteit van Friesland heeft. Maar daarnaast ook buiten Friesland heel veel succes heeft gekregen met datgene wat hij doet. Waar doe jij hier? Peter Tuijman was vrachtwagenchauffeur en bankdirecteur voordat hij doorbrak als acteur. Eerst op het toneel en later in talloze Nederlandse speelfilms en televisieseries. Waaronder Unit 13 van de VARA. De toneelschool heeft hij nooit gemist. Peter Tuijman speelde bij de Friese toneelgroep Triater en bij de Noordercompagnie. Hij houdt van de Friese taal en cultuur. Vindt ook dat hij behouden moet blijven. Maar niet ten koste van alles. De tunnel in. Ja. De eerste expositie bestaat uit moderne kunstwerken van Friese kunstenaars. Geïnspireerd op het leven van de heilige Franciscus van Assisi. Op de monitor legt de bedenker van de tentoonstelling uit hoe. Juist. Dat is belangrijk om te weten. Hij weigert hetzelfde. Franciscus was namelijk een heel gekke heilige. Tegendraads, vernieuwend, wervend, luidruchtig ook. Maar zonder die kennis is de tentoonstelling wat moeilijk te volgen. Mooi, een stukje beduurwerk. Ik krijg ineens associaties met de begrafenisstoet van... wat was het? Wilhelmina? Witte paarden, witte koetsen. Ik vind het meer zo'n hele racistische olifant. Ku Klux Klan, maar dan in olifantenvorm. Ja. Wat vinden we hier nou van? Maar dat is geen lekker feit. Dat is hartstikke goed, ja. Ik probeer altijd het positieve ervan in te zien en om dat er ook uit te halen voor mezelf. Maar dit duurt ook heel lang bij mij. Het duurt heel lang voordat er wat gebeurt, hè? Ja. Kinderen? Kun je kinderen meenemen? Ja. Nou, het is meteen opgelost. Ik bedoel, de seksuele voorlichting via het Fries Museum, volgens mij. Wat is in godsnaam de bedoeling met dit? Geen idee. Ik heb geen flauw idee. Lijkt me een beetje uitgeknipt. Een
het begint onze museumgasten op te vallen dat ze een sleutel missen om de tentoonstelling te kunnen vatten. Ik heb gelezen, dit is een ode aan Franciscus, stond daar op de muur. Dat is een heilige. Het lijkt een soort tepels, hè? Een kunstwerk als een filmset. Met een camera die soms pas later de beelden van de set op de monitor weergeeft. Of beelden die eerder zijn opgenomen. Van het, aha, de lode man is door. Kijk eens aan. Waar is die man? Toch leven op Mars. Ja. Nou, dit is een, dit moet een andere planeet voorstellen. Dus je moet ook een beetje anders lopen, Peter. Zo. Hoe heet dit? Ja, je hebt de titel gelezen. Stumbling. Stumbling over distant planets. Ja. Hebben we dat ook een keer gedaan, toch? Ik vond vooral in het begin vond ik het inderdaad van hak op het tak springen. Maar dat kwam ook omdat ik die hele expositie van Franciscus van Assisi was mij een beetje onduidelijk waarom. En later werd me dat meer duidelijker waarom ze dat zo op die manier hadden gedaan. Terug naar de monitor met de uitleg over de tentoonstelling. Die staat er niet voor niets. Franciscus, de verkondiger, de aandachttrekker, de choqueerder, de vernieuwer. Zou dat helpen? Sterk met moderne kunst te maken wil. Hij weigert steeds hetzelfde te doen. Hij wil zichzelf voortdurend veranderen. Hij vindt dat mensen altijd moeten veranderen. Nou, dit verhaal is toch wel een beetje meer duidelijk geworden wat de bedoeling van deze expositie is. Ja. Dit hadden we toch eerst moeten zien, Peter. Wat hem vooral heel erg karakteriseerde, was hij heel erg veranderlijk in wat hij deed. En hij bedacht steeds nieuwe dingen. Dus eigenlijk wat een modern kunstenaar ook doet. Oké. Performance. Hier, shockeren. Toch, wat hij deed. En bloot. Ik snap het helemaal nu. Nou, de Franciscus, kijk, het is nog niet af, maar dat is de bedoeling. De mensen werken er nog steeds aan. Kunst moet constant veranderen. Hij is net even een bakje koffie halen, denk ik, maar hij werkt hier nog aan. Elke week als je komt, zie je wat anders. Hij keek ook uren en uren in Italiaanse zon om zijn ogen te laten pijnigen door de zon. Dus zijn zintuigen tot het uiterste te gebruiken. Jezus. Ja. Man had er wat voor over. Ga je doen, Peter? Het Fries Museum is een doolhof vol tentoonstellingen. Op twee locaties val je van de ene verbazing in de andere. Van moderne kunst tot volkse kunstnijverheid. Hinderloper aardewerk. Jo. Ja. Workumer aardewerk, hinderloper. Nee, hinderloper heeft geen aardewerk, toch? Makkemer aardewerk en hinderloper schildertechniek, volgens mij. Hè? En Workumer aardewerk. Workumer ook. Ja. Jezus Christus, zie. Klein bedje. Maar heeft dat er ook niet mee te maken dat de mensen vroeger dachten dat als je lag, dan stroomde het bloed naar het hoofd en dat was gevaarlijk? Mensen sliepen ook altijd een beetje half zittend. Omdat men dacht dat het gevaarlijk was als je helemaal plat lag. En dan hebben we nog van die, ja, dat kan hier niet. Maar van sommige uitdrukkingen die uit die periode kwamen, als mensen veel kinderen kregen. Die kinderen lagen er altijd bij een paar maanden in de bedstee. Maar als er geen ruimte meer was, dan hadden ze onder de bedstee hadden ze een grote soort lade. En daar kwam dan het kind in waar geen ruimte voor was. En dat werd dan onder de bedstee geschoven. En daar komt de uitdrukking het ondergeschoven kindje vandaan. Aha. Dat komt uit die periode. Juist. Als ik pas de kamer leg of niet? Nou jongen, dat is een klein bedje, hè? Jezus, mina, wat een beetje ruimte, hè? Dat kon je dus alleen maar, mensen waren alleen maar dit. Ja. Zo slapen, zo. Mensen waren ook veel kleiner natuurlijk, hè? Ja. Ah. Kijk, Sip, dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, als ik nou eens naar jullie optredens ga van de kast, dan mis ik dit toch een klein beetje. Ja, dit is wel heel, heel is mooi wel instrument. Een prachtig stuk is het. Ik kan het. Ik kan er niet tussen, jongen. Het is een plastic boven, zie je dat? Je mag het niet door spelen, denk ik. Nee, denk het ook niet. Mooi apparaatje, een hele lichte aanslag. Heel licht, je ziet dat die. Fantastisch. Het moet een hele fragiele vingertje zijn geweest die daarop gespeeld hebben.
En ook, de schildering is ook mooi. Waar we net geweest zijn en dan hier binnenkomen, het is echt... Ja, je vliegt van de ene verbazing in de andere. Ongelooflijke verschillen in tijd, in alles. Alsof je van de ene tijd in de andere wordt geworpen. Het is ook moeilijk te achterhalen van wie dit heeft gemaakt. Ik bedoel, en wie zijn dit? Welke mensen zijn dit? Zijn dit mensen uit de provincie geweest? Of zijn het de koningen van Nederland? Of... Het is, dit is Deinem. Zie je dat, Peter? Ja, dat is toch dat is de toren van Deinem, toch? Ja. Waar we dat versje over gemaakt. En in Deinem hazen, siepel op het toer, siepel op het toer, siepel op het toer. En in Deinem hazen, siepel op het toer, siepel op het toer. Dat is een ui. Een siepel is een ui. En inderdaad, het is de vorm van een ui die er op de toren staat. Dwalend door zalen, gangen en stelkamers kom je een heel diverse collectie tegen. Is dit nou gewoon ambacht? Schildertechniek? Indruk tot dusver is, ja, het wisselt heel erg in sferen en soms dan begrijp ik absoluut niet het verband ertussen. En een beetje ratje toe is het van alles. Er zitten wel hele mooie dingen ook tussen, maar ik heb toch ook het gevoel dat er heel veel, ja, hier niet thuis hoort, wat je eigenlijk ergens op een zolder kan zetten. Het is waar, het museum heeft een vrij hoog zoldergehalte, toch? Ik vind het een beetje van, nou ja, dat staat er nou eenmaal en laat me lekker staan. Ja. Mata Hari, de Friese dubbelspionne. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft ze zowel de Fransen als de Duitsers geheimen ontfutseld, zegt men. Ze is daarvoor ter dood veroordeeld. Bekende Friesin. Ik heb nog in dezelfde straat gewoond dan waar Mata Hari is geboren. In de Bijenstraat in Leeuwarden. Het huis aan de overkant. Dus, ja. Maar daar voel je ook echt de sfeer in dat straatje. Uit die tijd. Prachtige vrouw trouwens, hè? Ja. Niet echt Fries, hè? Een vrouw met veel... Nee, maar dat is heel gek. Maar je ziet dus toch ook dat wij ontzettend veel invloeden hebben van... toch nog steeds ook van de Spaanse overheersing. Het schijnt ook... Zo te zijn er bepaalde streken in Nederland dat je daar die Spaanse invloeden, ook sommige uiterlijke kenmerken, dat die nog heel sterk naar voren komen. Ja. En die vrouw is bijna, ja, wat wij dan noemen, on-Nederlands. Hele exotische uitstraling. Ja. Ze is ook op een gegeven moment ook heel ernstig in de gaten gehouden. Want moet je kijken wat hier staat. Logeert reeds 14 dagen... S'avonds laat door verschillende heren thuisgebracht. Inlichtingen, de portier. De portier. Ze hebben er echt op een gegeven moment alle... Maar dat waren toch de Fransen die haar in gaten hielden? Ja, omdat ze... Over het algemeen. Ja, want ze was maar natuurlijk... Maar dat is ook Nederlanders die dat dus ook deden. Ja. Die haar in de gaten hielden. Ja. Dus maar ze alom werd dat werd ze in de gaten gehouden. Dat ze informatie doorspeelden naar de Duitsers toe. Volgens mij zit er een heel groot mysterie om die vrouw waar ze nooit echt achter hebben kunnen komen. En ik denk dat ze met deze ruimte ook een beetje geprobeerd hebben om die atmosfeer wat naar boven te laten komen. Ja. Met de muziek, met de inrichting, met alles. Wisseling van het licht, hè, ook. Het donker laten komen. Ze was toch iemand die eigenlijk meerdere levens had. Hè? Ja. Echt in het nachtleven. Een bijzonder project in het Fries Museum is de Juniorgids. Jongeren hebben zich in een paar schilderijen verdiept en geven daarover regelmatig uitleg aan het publiek, aan jong en oud. Er zijn er nog veel meer, joh. Dit is wel mooi, hoor. Ja. Kijk eens even. En weet jij nou van al deze
Bijna van alle schilderijen weet jij het verhaal, de geschiedenis. Nee. Maar wel van veel. Nee, ook niet. Ook niet? Van een Alleen paar. Van deze. Ja. En van het drieluik. Aha. Dit is een schilderij van een leerling van Rembrandt. Ah. En er staat Saskia van Uilenburg op. Dat is de vrouw van Rembrandt. En Rembrandt die kon haar altijd schilderen zoals hij wou. Bijvoorbeeld als een zwerver en hier als een rijke dame. Als je leerling was van Rembrandt, dan moest je dus eerst de verf brengen en zo. De verf mengen en dat soort dingen. Nou, daarna mocht je de achtergrond gaan schilderen met de schaduwen. Nou, en zo mocht je steeds een stapje verder. Je mocht ook bijvoorbeeld de neus en het gezicht helemaal maken. Als je dan wat beter was. Nou, en het laatste deed hij altijd zelf. Dat was de puntjes op de mouwen zo. En het stipje op de neus en het stipje op de oorbel. Want dat was het moeilijkste, of niet? Of had dat nee, dat wou je graag zelf doen en zo. Dat hij toch kon zeggen van... Ja. Eigenlijk is het een Rembrandt. Ja. Want ik heb... Ja. Ah. Vandaar dat we hiervan zeggen van nou... Ja, is het een... Eigenlijk is het een Rembrandt, toch? Ja, ook omdat zijn naam erop staat. Ja. Alleen dat schrijft hij er alleen op als... Als je het goed vindt. Wat ik fantastisch vind... Dat is bijvoorbeeld wat ze hier hebben gedaan met die junior-gidsen. Dat je dus de ruimte van de oude meesters binnenkomt. En dat daar ineens een meisje staat, zoals Suzanne... en die mij ineens gaat vertellen over de drieluik... over de bijna echte Rembrandt. En het enthousiasme waarmee zo'n kind dat doet, dat vind ik dan ook wel weer ontroerend. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ze zijn ook echt enthousiast, want het meisje is, waar we mee spraken, die is echt, die stond in de klas al bekend als een grote liefhebber van het Fries Museum. En dat vind ik heel bijzonder. Dat had ik, als ik jong was geweest, ook wel willen doen, om je nog meer te verdiepen in bepaalde kunst. Ik had gedacht dat het, dat het naast de meer algemene dingen een aantal hele specifieke aspecten zou hebben van de Friese cultuur. Wanneer we voor het eerst gingen schaatsen als Friese, waar het vierlippen vandaan komt, hoe de talen zich heeft ontwikkeld. De Friese geschiedenis, de Friese historie, die heb ik nauwelijks of niet kunnen vinden. Dat moet een museum toch doen, hoe de cultuur in een provincie, in een land is ontstaan. Dat vind ik erg belangrijk om te weten. Nou is het wel zo, jongens, als wij nog een bijdrage kunnen leveren, door er nog wat spijkertjes bij te zetten, dan kunnen wij tenminste ook net als over Dom. Dan kunnen wij ook nog vertellen dat wij ooit eens een keer een modern kunstwerk hebben meegewerkt. Meer informatie over de musea uit deze serie vindt u op onze website www.museumgasten.nl. Die verwijst u ook door naar het actuele museumaanbod.